Wel met overnachting. Duimpje omhoog. Duimpje omhoog. Intro. Hoi, welkom en tof dat je weer kijkt naar een nieuwe video op het kanaal van Dutch Outdoor Group. En deze video gaat echt super vet worden, want ik ga vannacht in deze boom hier, met het kacheltje die we helemaal zelf eigenhandig hebben gebouwd, gaan we gewoon een nachtje slapen. Hoe super vet is dat? Ik heb er echt onwijs veel zin in. Het is het paasweekend. Dus ik heb ook lekker eitjes meegenomen, paasbroodjes en alles voor morgen vroeg. Dus ik zeg het heet we. Ik ben hier nu alleen. Martijn die komt later in de avond, dus ik ga nu eventjes in mijn eentje alles klaarmaken hier, zodat we hier vanavond lekker kunnen tukken, chillen, alles en ja, wordt super chill. Ik ga jullie eerst eventjes laten zien wat er in de tas zit en voor de rest gaat dit een onwijs gaaf video worden, dus veel kijkplezier. De tas die ik gebruik, dat is een tas van het merk Fjällräven. Het type is de Abisko Hike, 35 liter. Super chille tas. Wat ik er net al onder had zitten hier, dat was het touw. Dat hebben jullie net kunnen zien dat ik die er onderweg heb gehad. Verder heb ik aan de buitenkant mijn zaag zitten hier. Er zitten twee straps eigenlijk waarmee ik die zaag kan vastmaken. Dus dat is super chill. En daaronder heb ik eigenlijk al direct een ingang in de tas. Zodat je hem niet steeds van de bovenkant over hoeft te maken. Mijn slaapzak, mijn matje en mijn bivitent. Maar daar komen we straks. En aan de andere kant heb ik een fles water. En aan deze kant zitten dus ook twee straps. Hier één. Zoals jullie kunnen zien. En hier zit eentje om hem aan te sjorren. Dus wat je ook zou kunnen doen is, ik had er nu fles water in. Maar je kan hier ook een bel bijvoorbeeld onder doen. En dan de belkop hierin steken. Oké, dan heb ik hier aan de voorkant nog een rit zitten. En daar heb ik eigenlijk allemaal extra touw. Dingen vast te knopen. Dan heb ik hier aan de bovenkant. Die zit gewoon vast met twee clips hier links en rechts. Hier zit nog eentje in het midden, die is ergens anders voor, daar komen we zo meteen. Dan aan de achterkant zitten hier nog twee straps. Waarmee je eigenlijk het bovenste deel van de tas kan stellen. Dus kan je ervoor kiezen om er nog iets onder te doen zoals ik nu heb. Bijvoorbeeld zoals een matje. Of je kan hem helemaal plat op de tas laten vallen. Nee, dan heb ik hier eventjes gewoon een muziekboxje voor vanavond. Aan beide kanten zitten twee lussen, zoals je kunt zien. Daar kan je eigenlijk je trekking poles doorheen doen. Of je wandelstok als je in de berg bent. Dan zit hier, zoals jullie kunnen zien, zit een rits. Daarmee kan je eigenlijk in de bovenkant van de deksel, als het ware, komen. Daar heb ik eigenlijk mijn snoertjes in zitten in een zakje. Ja, eigenlijk al mijn Elektra powerbank. Lampje, hier nog meer. Ik heb een Wakka Wakka, nog een lampje. En de regenhoes die om de tas heen gaat. Nou ja, en natuurlijk een mars. Oké, dan komen we bij de inhoud van de tas. Ja, zoals ik al eerder had laten zien, kun je ook bij de inhoud door middel van deze rits aan de zijkant. Maar je kan hem ook gewoon aan de bovenkant openmaken. Je hebt hier een lipje zitten, die hoef je eigenlijk alleen maar aan te trekken en dan gaat hij open. Dat is super chill. Dan heb ik hier als eerste
mijn Defcon 5 bivy tentje. Dan zit daar achter mijn Expat type Sinmat 9 LW. Lightweight, denk ik, staat het voor. Geen idee eigenlijk. Het is wel een super chill matje. En dan heb ik daaronder helemaal diep verstopt mijn slaapzak. Als ik hem er ooit uit kan krijgen. Dat is altijd het lastigste deel om erin en eruit te halen. Maar dit is mijn slaapzak. Dit is ook eigenlijk wat het meeste volume van mijn tas opneemt. Maar hij is wel echt super chill. Dat zit er allemaal in. Super chill. Dus, nu we het hoofdstuk tas hebben afgesloten, ga ik door met het hoofdstuk planning. Wat ga ik nog doen vandaag? Ik wil nog eventjes wat brandhout gaan halen. Het is gewoon gezellig om een vuurtje te hebben. En dan wil ik nog eventjes hier naast mij op deze hoogte ongeveer een balkje gaan maken waar we een tarp af kunnen spannen. Zodat we daaronder kunnen liggen om zowel een beetje de wind tegen te houden en eigenlijk met name om de warmte ook een beetje van het kacheltje onder het zeiltje te houden. Dus dat is super chill. En dan denk ik dat het alweer tegen de avond loopt. Martijn die komt na het eten, gok ik. Die zou bij zijn familie gaan eten. Dus dan zien we jullie straks weer. Nou, chill. Ik heb 4 balkjes opgehaald om een dakconstructie mee te maken. Waar we een tarpen kunnen afspannen straks. Maar ik ben nog even heel hard met mezelf in overleg of ik ze alle 4 in 1 keer bij elkaar wil knopen en naar boven hijsen. Of dat ik 2 per keer doe. Ja, daar ga ik nog eventjes over nadenken. De zaag nog recht is ook echt een wonder. Die heeft onder zoveel druk onder die balken gelegen net. Dus, prijzenswaardig. Zaag, goed gedaan. Oké, super chill. Ik heb nu weer 4 extra balkjes de boom in gehezen, wat echt super nice is. En deze 2 onderste die wil ik gaan gebruiken voor het dak. Dus er komt 1 nok aan deze kant en 1 aan de andere kant. En dan misschien ga ik deze 2 groene ook nog gebruiken voor het dak. Weet ik nog niet zo goed, ze zijn minder stevig dan deze. En anders dan maken we hier lekker brandhout van. En dan hebben we daar vanavond lekker weer warmte van. Het zonnetje breekt er nog even door. Maakt het toch wel echt weer super chill. De weersverwachting had gezegd dat het zonnetje er sowieso door zou komen. Maar die heeft zich een beetje afzijdig gehouden. Maar nu is hij er. En dan ga ik ook gewoon eventjes lekker ervan genieten. En dan ga ik zo meteen, waarschijnlijk als ik deze op heb, is het zonnetje weer weg. En dan ga ik dan wel weer verder aan het werk. Deze vee die je hier ziet, daar gaat 1 balk in komen te liggen. Zo, plop. En dan ga ik hier aan de voorkant ga ik nog een balkje met een vorkdak maken waar die ook in komt te liggen. En dan kunnen we zeg maar aan deze hoofdbalk die hier dan tussen gaat een zeiltje afspannen. Zowel aan deze kant als aan de andere kant. Dus ik ga even een vorktak zoeken. Daarvoor moet de eerste touw weer naar beneden. Heb ik net zo mooi opgerold. Waarheen gaat de touw? Naar beneden. Nou, oké, super chill. Ik heb een hele mooie vorktak gevonden. Er zit zelfs een hele mooie zwiebel in. En dat maakt nu eigenlijk niet uit. Het hoeft niet recht te zijn. Als die vorktak maar mooi daar komt. Dus dan krijgt de boomhut ook nog een beetje karakter van. Die mooie, het is ook allemaal niet recht als het maar goed stevig zit en vast is. Als het maar vast zit en stevig zit. Dat bedoel ik. Soms dan, omdat die balkjes ronddraaien, als je dan niet kijkt waar die is,
die dan zeg maar op een gegeven moment tegen de onderkant van het platform aanbeukt. Dat is niet helemaal de bedoeling natuurlijk. Dus, super nice. Super, super nice, jawohl. Nu hebben wij hier een touwhanger natuurlijk, wat super chill is. Die gaat eventjes weer met een mastworp daaromheen. Oké, chill. Dat is mooi, nu zit hij gewoon daar vast. Wat ik nu ga doen, is dat ik hem eventjes op zijn plekje ga laten zakken. Ik heb de vorktak nu op de juiste hoogte zitten, dus die ga ik eventjes daar beneden vastknopen en hem aan de muur, railing eigenlijk. En dan ga ik eventjes iets bedenken waardoor deze hier nog mooi kan liggen. Eigenlijk moet hij op hoogte van dit stokje komen, dus maar dat is stap 2. Oké, nou, de vork zit vast daar beneden, dus ik ga hem nu losmaken. Hij valt of hij valt niet. Kom op. Hij blijft gewoon zitten. Wat een anticlimax. De hoofdstut is... Ik bedenk ook mijn namen terwijl ik bezig ben. Ik noem dit nu de hoofdstut voor het dak. Hij ligt hier gewoon in de vork. En ik heb hem aan deze kant vastgezet met een touwtje. Dus we kunnen hem gewoon heel gemakkelijk weer loshalen. Zodat het eigenlijk gewoon een tijdelijke manier is om hier even een dakje te bouwen. Ik ga nu eventjes kijken of ik hier een zeiltje kan spannen. Zo, de overkapping is gebouwd. Ik hoop dat ik jullie dit een beetje fatsoenlijk kan laten zien. Daar zo ga ik straks gewoon eventjes de DEFCON 5 bifi tent onder neerzetten. En dan ga ik even mijn matje opblazen en dan ga ik mijn slaapzakje neerleggen en dan ga ik eten maken. Super chill. Zit in. Ik heb hier een bivakzak genaamd DEFCON 5. Er zitten bij 2 boogjes en voor de rest een zak. Zo. Twee sleuven waar deze dingetjes in moeten. En dat is bij het hoofdeind, zodat je daar een beetje bewegingsvrijheid hebt. Ik zit er ook niet heel makkelijk op. Juist. Zo. Nou, ik denk dat ik toch maar aan de andere kant ook nog een zeiltje moet gaan spannen voor Martijn. Dan heb ik hier mijn matje. Kijk, nou, zoals jullie zien zitten hier 2 handjes op, dus die doe je open en dan zuigt hij dit deel waar de handjes op staan, zuigt hij vol. En dan kan je eigenlijk door daarop te drukken lucht in het matje blazen, zeg maar. Is dat een mooi bedje of is dat een mooi bedje? Even kijken of ik die slaapzak erin kan wurmen. Dat zou toch ook wel heel mooi zijn. Kan ik hier nog lekker zitten ook. Zo, dan ga ik eens eventjes een beetje eten klaarmaken. Honger. Oh. En ik ga eventjes een livestream aangooien, denk ik. Ach, zeker. We zijn live, hoor. Liver dan live. Maar dan moet het allemaal... Oh, heb ik nou de camera omgedraaid? Dat was niet de bedoeling. Dan moet het allemaal wel eventjes gaan werken, natuurlijk. Kijk, ik heb het vuurtje aan, jongens.
Ik heb hier in mijn broekzak heel veel burkschors. Zo, dat gaat branden als de neten. Dan heb ik hier achter mijn vervolghout klaar liggen. En het starthout ligt er al in. Zo, nou, het soepje is klaar. Hoop ik, tenminste, denk ik. Het kacheltje brandt in elk geval. En die is echt super chill warm. En ik ben ondertussen even aan het livestreamen, dus hey, hoi. Leuk als je nu ook op de stream kijkt. Ik ben mijn lepel vergeten, helaas. Jammer. Ik heb getracht een lepel te maken van een stukje plastic. Maar dat is niet zo'n succes geworden. Dus Annemarijn die komt zo meteen eventjes een lepel brengen. Annemarijn is iemand van scouting. Schrijf je dit blik verder openbreken. En dan ga ik eventjes in de soep roeren. Moet ook gebeuren. En dan ga ik kijken of het warm genoeg is. En dan hopelijk eten. En dan is Martijn hier ook zo meteen. Hallo, kijk eens wie daar is. Martijn en Annemarijn is er ook Hallo. Eventjes. Annemarijn is onze biercourier van vandaag. Oh, het is alles wat ik ben. Nee, ze is ook gewoon gezellig. Dankjewel. Maar voornamelijk bier. Nice. Oh, dit brandt wel super oké. Hello darkness, my old friend. Het zou super vervelend zijn als die dingetjes straks naar beneden vallen door de spleten van de boom. Ja, dat kan wel worden en dan komt er een hout nodig voor water. Dus, hey. Weet je nog, ik had het net over tentstokken. Ik weet niet waar die nu zijn. Hey, fijne 2 april. 1 april met flanksnoer van 1 dag. Ik ben zelf kut, dit is allemaal kut. Kliek. Ah, klik. Klikt allemaal zo mooi. Had ik hem nou net wel goed? Ik denk dat ik hem net goed had en toen heb ik hem weer omgedraaid. Het is moeilijk. Flores, ja. Ik vind het moeilijk. Jongens, de defcon is bijna 5. Moet die kruis links of niet? Ja. Ja? Ja. Zeker? Ja. Sure. Zeg maar, de ene kant moet in de ene... Ja. Dammit. Slaapzak. Slaapie zak. Je bent zelf een zak. Nee, je bent een slaapzak. Martijn gaat slapen in... Zijn Action of Lidl slaapzak, ik weet niet waar die vandaan komt, maar niet super warm. Maar daarom heeft Martijn niet 1, maar 2 vlieskleedjes mee. It's fine. Dat is ook gewoon ons motto. Ik shimmy hier straks wel in en dan is het helemaal goed. Zo, het is inmiddels rond 1 uur. Martijn ligt aan zijn nestje. Ik ben nog eventjes een beetje aan het opruimen hier. Annemarijn is inmiddels naar huis. Krap ik straks ook lekker in mijn bedje. Fietje brandt wel lekker na. Pro tip. Neem minimaal 2 vlieskleedjes. Super lekker. Vlieskleed in mijn slaapzak. Ik ben echt zo blij. Straks mijn defconnetje weer dicht en dan heb ik helemaal zin. Nice. Wij gaan een prima nacht tegemoet. Ik heb nu al zin in een ontbijt. Wat gaan we ontbijten, Martijn? Knakworstjes. Knakworstjes. En ik heb ook eitjes meegenomen. Martijn lust geen eitjes. Alleen verwerkt. Maar verwerkt. Ik wil ze wel voor je verwerken, hoor. Ik kan er niet verwerken. Oké, nou, tot morgen vroeg, hè. Slaap lekker, tot morgen. En slaap lekker, jongens. Goeienacht. Adieu. Oh, wacht, ik kan natuurlijk heel dramatisch zo uitveden, zo. Tot de volgende keer.
De morgenzonneschijn. Goeiemorgen. Dit is nog eens wakker worden op hoog niveau. Holy shit, man. Fucking gruwelijk. Even op niveau praten. Even op niveau. Super chill. Beetje wakker. En dan is Martijn al water aan het koken. Knakworstjes aan het maken. Super chill. Ik ben bezig, Martijn. Gasten zijn baas. Wat is het nu? We zijn er bijna. Beetje uit. Kijk eens wat we hier hebben. Oh, wat vind ik nou hier met paasje zeg. Eitjes. Oeh. I think the water is boiling, ja. Goed. Ja, goed. Goed. Oh, piano. Oh, warm piano. Of mij is hij terug. Ik weet alleen niet waar. Ah, mijn lak. Wow, man. Hij zit hier. Hier? Ja, ik kan hem vanaf hier zien. Als je me de camera geeft. Om van te trimmeren. Lukt dit, Floris? Ja, heb ik wel. Nee. De struggles van achter de schermen bij Dutch Outdoor. Yay. Zo. We hebben vannacht heerlijk getukt in de boomhut. En we zitten nu lekker aan ons paasontbijtje. Want het is tweede paasdag. En lekker aan het opwarmen bij het kacheltje. Super chill. Thanks voor Tijn. Tijn het kacheltje aangemaakt vanochtend. De struggles. Struggles waren real. Gisteren dacht ik dat het hout allemaal droog was. Maar de ene helft was droog en de andere helft was niet droog. Ik ben begonnen met het natte hout proberen aan te maken. Dat werkt niet. Tip 1. Met vuurwagen. Gebruik droog hout. Wat denk je dat hierin zit, Martijn? Afbak. Iets afbakbrood. Ja. Yeah. Maar in wat voor vorm? En konijntjes. Konijntjes! Oh, yes. We put down the kettle. Now we add the butter. Butter. Oh, het ruikt naar camping. wat ruikt naar camping volgens jou? Welke geur is dat? Dat verbrande boter in zo'n pannetje. Oké. Broken egg. Blech. Save the bread. Ow. Oh. Oh. It's fine. Oh. Holy shit. We hebben dat stukje. We hebben dat stukje. Wat maken we vandaag? Gebakken ei. Toch maar besloten om het pannetje in het kacheltje te zetten. Hier ging het niet zo snel. Tenminste, niet zo geleidelijk.
ei, we zijn zo blij. Maar niet omdat hij jarig is, maar om de vreterij, ei. Of zo. Nee. Alles wordt weg. Alles wordt weg. Het eitje is echt lekker. Alleen het brood is echt super droog. Maar compenseert weer. Super chill. Dus even voor paasontbijt. Ja, echt allemaal ontbijt op bed, jongens. Ja, technisch gezien wel. En dat in de boomhut. Van een service. Het is... Tuin. Ja. Het is met je schoen gebeurd. Nee, die zit hier, zou ik hem pakken. Een mooie stip. Dat zat daar mijn schoen in. Het zit nu daar op de kachel. Ja. En ook dit moet gebeuren. Opruimen hoort erbij. Normaal gesproken dan moet alles netjes en zo, maar de grond is niet vlak. En je hebt geen ruimte, dus... Welkom thuis. Hier hebben we vannacht lekker getukt. Daar staat mijn bivy nog. Martijn heeft zijn bivy daar gehad. Is zo goed bezig geweest en heeft shit opgeruimd. Ik nog niet, want ik ben lui. 5 sterren accommodatie. Moeilijk. 5 sterren accommodatie. 5 reten. 10 out of 10. Would sleep again. Ik ben er bij de hikers ziek ook achtergekomen dat ik mijn slaapzak gewoon erin kan stouwen eigenlijk. Floris, een opruimsnelheid. Mijn opruimsnelheid. It's not fair. Kunnen vertellen waar is het geld? En ondertussen is het vuur ook uitgestorven. Zijn laatste adem voordat we weggaan. Hier heeft uitzicht vanuit de bifi van Floris. Who know that way? Doe je dat handig? Ja. Ik vergeet die stok altijd en dan op het einde dan check ik ze er nog tussen. Dat had ik de vorige keer dus ook, dus ik heb nu van mijn fouten geleerd. Check. Waar heb jij over gedroomd vannacht, Floris? Weet ik eigenlijk niet. I don't remember. Gewoon zo diep geslapen dat je niet hebt gedroomd. Nou, ik heb vast wel gedroomd, maar dan weet je dat gewoon niet meer. Nee. Gewoon niet dat ik moest kakken. Ik heb gedroomd dat ik moest poepen en dat het niet handig was in de boomhut. Toch altijd eventjes meer voeten in de aarde dan je denkt. In dit geval voeten in de tas. Maar de slaapzak zit er weer in. Super chill. Martijn is al de zeilen aan naar beneden aan het halen. Goed bezig, Martijn. Gewoon alle tassen in één keer naar beneden gooien. Met touw. Ja, met touw, ja. Dit is next level origami. Nou, chill. We hebben het overleefd. Yay. Super chill. Was echt vet nice. De boomhut is goedgekeurd bij deze. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je dit nou echt super vet? En denk je van, wauw, vet zieke boomhut. Kijk gewoon even op ons kanaal. We bouwen echt allemaal zieke hutten. Maken vuren, survival techniek, alles. Super leuk. Gewoon even bekijken. Dus
ga je ongetwijfeld geniaal vinden. En abonneer dan ook eventjes als je nieuw kijker bent. En doe even een duimpje omhoog. En even een duimpje omhoog doen. Oh ja, laat in de reacties nog eventjes achter wat je van deze video vond. En ben je nou helemaal hier aan het einde van de video gekomen? Laat dan in de reacties even achter. Hashtag boomhutbaas. Hashtag boomhutbaas. En dan weten wij dat je weer helemaal aan het einde van de video bent gekomen. Super bedankt voor het kijken en dan zien we jullie gewoon lekker weer in de volgende video. Ciao. Ciao. Tijd om naar huis te gaan. Oké, we gaan even de laatste shit opruimen. En met de laatste shit bedoel ik, oh, dit zeiltje wat daar nog hangt. Gooien we de tassen naar beneden. Tassen naar beneden en dan gaan we er vandoor. Toch? Ik denk het wel. Oh shit. Ah shit. Ik ben helemaal klaar met die tassen. Ik gooi ze overboord. Doei. Zelf kaart achteraan. Yep. Hello, darkness, man. Goodbye, now. Goodbye. Bye, bye. Goodbye. Bye. Goodbye, now. Weet je wat mooi is? Doei. De camera is al van het. Zo, nou, de tassen zijn beneden. Hé, hey, houd de dief! Houd de dief! Lever mijn spullen af! Lever me, ga weg! Schreeuw je weg! Hoi. Oh, let's go. Zelfs het afval wordt gewoon professioneel ingebonden. Pack it in, pack it out.